In Lieshout is zondag aan het eind van de middag in brand ontstaan op de hoek Dorpstraat Ruitjensakker in Lieshout. De plaatselijke brandweer is meteen gealarmeerd. Het gaat om een schuur die vlakbij een witte woning staat langs de afgebrande boerderij van Biemans. De brandweer van Helmond kwam ter plaatse om assistentie te verlenen. De schuur kan als verloren worden beschouwd, dus de brandweer zet in om het woonhuis te redden. Door de fikse rookontwikkeling trok de brand bekijks van omwonenden en passanten.